Welkom iedereen weer in een nieuwe aflevering van Yu-Gi-Oh! Arc-V Tech for Special. Nee, dit is geen Arc-V Tech for Special, dit is Legacy of the Duel List. Ik moet even gaan onthouden dat die dingen de juiste volgorde hebben. Oké. Okay. Maar ja, vandaag beginnen wij aan de volgende afleveringen. En dat is Yu-Gi-Oh! Episode 6. Joey tegen Mai. En in de vorige aflevering heb ik het al kort gezegd over... dat bepaalde decks... geüpgrade kaarten krijgen die eigenlijk niet bij hun horen. Want een van de dingen die je hier hebt... en ik ben er heel eerlijk in, dan ben ik zelf geen... die had ik zelf ooit, is Harpy Queen. Harpy Queen is geen super... kaart. Tenminste op zichzelf. Maar voor Harpy is hij een hele goede om te gebruiken. Want je kan Harpy's Hunting Ground krijgen. Wanneer je hem discard. Ik wil alleen maar de... Jongens, ik wil alleen maar de Harpy Queen kaart. Ik wil even duidelijk zeggen van waar deze kaart vandaan komt. Oké, laat maar. De game heeft daar geen zin in. Maar het was een van de laatste. Volgens mij was het Tactical Evolution. Dus een midden GX era kaart waar we het van kregen. Maar ja, dat was Mai. Zoals je ziet, ik rush er een beetje doorheen. Omdat je redelijk veel stories hebt. En je meer in de van de storybeats helemaal een keer gehad. Maar ja, nu krijgen we wel, naar mijn mening, een van de beste kaarten of structure decks van die tijd. En voor mij is het Oceans Deep. Of iets met Deep. Ik ben helemaal even kwijt. Ja, Fury from the Deep. Dit was jouw beste structure deck in de era... van begin Yu-Gi-Oh! Vanwege één kaart. Ocean Dragon Lord Neo Daedalus. De reden waarom hij sterk is, is omdat jij een Levaya Dragon Daedalus kan summonen met 2600 attack. En die alles op het veld kon nuken. Maar wanneer jij Ocean Dragon Lord Neo Daedalus gebruikte... kon je ook Yuming wegsturen. En dan ging het hand weg, ging het veld weg. Alleen Ocean Dragon Lord Neo Daedalus bleef op het veld. Wat daar geinig aan is, is dat je in die structure deck ook een hele mooie kaart kreeg. Dat was A Legendary Ocean. Wat die kaart doet, is het verlaagt de level van alle watermonsters in je hand naar met 1. Dus dit betekent dat een kaart zoals Levaya Dragon Daedalus... van een 7 monsterkaart wordt, dus die 2 tributes nodig heeft, naar 1 tributekaart nodig heeft. En in die tijd was een 2600 one tribute monster heel goed. Want in die era had je kaarten zoals bijvoorbeeld... ja... Siren Warrior Princess. Had je heel vaak monsters met 5 sterren, dus die 1 tribute nodig hadden en die dan letterlijk... 1500 of 1600 attack hadden. Dus een kaart zoals Levaya Dragon Daedalus was heel goed. Nou, en dit is ook eigenlijk de era waarom heel veel mensen lachen om de Yu-Gi-Oh! Anime. Want Attack from the Deep is de episode waar we nu in zitten. En wat deze zo genig maakt is dat je de Giant Soldier of Stone de maan aanvalt. Wat gewoon totaal niet kan. Geinig genoeg, er is ooit een spelkaart van gemaakt. En dat is letterlijk van... wanneer een Rock-type monster zijn battle position aanpakt... kan je één spelkaart slash trapkaart vernietigen. Ofwel, in de anime ging dan Yumi eraan... en nu ging dan gewoon een simpele spelkaart trapkaart eraan. Nou, en dan komen we bij... we slaan eigenlijk een paar episodes nu over... Want nu komen we bij de Rex tegen Joey aflevering uit. Waarin je voorheen nog de Duel with the Ghoul had. Dus die rare persoon die gedisguised was als Kaiba. En de Mokuba episode. Dus nu beginnen we eigenlijk direct aan de Rex Raptor. Ik ben heel eerlijk, ik ben een gigantisch fan van dinosaurs. Jurex, Evoltiles...
Superconductor Terrano. Oude kaarten ben ik heel gigantisch fan van. Maar ja, de era waar we echt nu zitten qua booster packs is Metal Raiders. Hier heb je kaarten zoals Time Wizard, Change of Heart, Summoned Skull. Ja, Summoned Skull was pas een era later. Black Skull Dragon, Horn of Heaven. Barrel Dragon, Solemn Judgment. Ja, die kaart was al zo vroeg al uit. Solemn Judgment. Echt. Daarom heb ik in de vorige aflevering ook gezegd. Sommige kaarten waren destijds al redelijk sterk. Maar in de huidige era zijn ze alleen nog maar sterker geworden. Vanwege veel summoning, etc. Magic Jammer, een van de eerste negate kaarten. Maar je hebt ook Seven Tools of the Bandit. Mirror Force. Kuribo, Heavy Storm, Twin-Headed Thunder Dragon. Ja, de sterkste kaart in Forbidden Memories, Twin-Headed Thunder Dragon. Ik weet het, Meteor Back Dragon is eigenlijk de beste kaart. Don't care. Twin-Headed Thunder Dragon is naar mijn mening de beste kaart. Kwam pas in die era uit. Catapult Turtle ook. Harpy Lady Sisters. Suijin, Sangha of the Thunder. Kasujin zat er ook allemaal in. Maar en Gate Guardian zat er ook in. En ook een Koen of Evolution. Zoveel kaarten zaten in die pack. Het is belachelijk. En daarom werden booster packs destijds heel vaak erbij gepakt. Want booster packs zijn gewoon super, super goed. Nou. Dan komen we aan bij de Evil Spirit of the Ring. En ja. Ik zeg het dan nu alvast wel. En ik zal het waarschijnlijk 20 keer nog herhalen. Yugi's deck zuigt. Joey's deck is erger. Maar die heeft volgens mij Kunai with Chains, een Poly. Nee, hij had niet eens een Poly in Duelist Kingdom. Dus ja, dit is allemaal een beetje een crappy deck. Nou. Even kijken. Horn of Heaven, Mirror Force. Allemaal mooie kaarten. Ik vind het mooi dat Morphing Jar gebruikt wordt. Want ik ben niet zo'n gigantische fan van de Jar kaarten. Fuck jou, Mirror Force. Maar ze hebben een interessant effect om mee mensen te fucken. Monster Reborn. Ik wil graag deze. Dankjewel, meneer. Dankjewel, meneer. Dankjewel, meneer. En niet genoeg. Godsamme. En zo denk ik dat iets met als de Furious Sea King redelijk sterk is. Maar noep. Bye bye. Zwaai, zwaai. Polymerization en ik kan Flame Swordsman maken. En dit is een van de eerste keren dat je ook een animatie gaat zien in deze game. Welke eigenlijk toegestaan of eligible waren voor animaties, ik heb geen idee. Want er zitten een paar tussen waarvan ik zou denken van, hey, die zijn heel gaaf om te laten zien als animaties. Maar ja, om de een of andere reden, noep. Ja, en hier hebben we de laatste. En dit is ook weer zo'n hele mooie episode. Dit is de Pain. Niet de Pain, de Panic episode. En het mooiste aan deze vind ik eigenlijk. Deze vat alles samen van wat er mis was met Duelist Kingdom. The Castle of Dark Illusions. Floating Device. Vlammen. Die de andere persoon in de fik kunnen steken terwijl de doel bezig is. Het is allemaal drama. In deze is het iets beter. Maar ja, de persoon in kwestie heeft wel nog steeds een gigantisch goede kaart. Want iets als Zombie Master. Hoewel iets als een Ryukishin niet super sterk is, maar iets als Zombie Master. Dat is een kaart die uitkwam in Tactical Evolutions. En daar was het een super rare. Of een ultimate rare. Want die kaart is heel, 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 heel goed. Want wat je daarmee kan doen. Is je kan één kaart van jouw hand naar het graf sturen. En dan kan je een level 4 of lower zombie monster. Van beide kanten van het graf reviven. Nou, een van de dingen die uniek is aan zombie kaarten. In die era. Nu is het totaal niet meer uniek. Maar in die era waren zombie kaarten altijd in het graf. En was het heel fijn om te hebben in het graf.
fuck off met je Castle of Dark Delusions. Maar die tijd was zo goed. Dus je kon gewoon iedere keer millen. En met millen bedoel ik dat je kaart uit je deck naar je graf kon sturen. Dus in die era was dat zo, zo goed. Want in de ik heb al kort gezegd over Ocean Dragon Lord Neo Daedalus. De zombiekaarten werden dankzij Zombie Master ook opeens heel goed. Omdat swarming in die periode, dus heel veel monsters kunnen summonen in één beurt, heel goed was om te hebben. En ja, ik zeg het heel vaak heel goed, want dat is ook heel goed. Een van de belangrijkste dingen is dat je je kaarten makkelijk op het veld kan krijgen. Want als je moeite hebt om al één kaart te summonen, ja, dan is het deck al niet zo heel goed. Praat over niet heel goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters.